In aflevering 9 van de Pokémon Teal Mask DLC nemen we afscheid van Carmine. En ook van Kieran, maar Kieran die wordt heel boos. En verder laat ik je zien hoe je het makkelijkste deze 3 loyale Pokémon vangt. In de vorige video vingen we Ogerpon en nu wil Carmine heel graag battelen met Ogerpon. Ik heb hem het stenen masker gegeven. Dus daar gaan we. Ben je ready, Carmine? Ik heb hem ook gelijk op de eerste plek gezet in mijn team. Dus Ogerpon gaat gelijk beginnen. Ik weet niet of dat de beste keuze is. Maar straks begint ze gelijk met een water of een grass type Pokémon. Mightyena. Zal ik gewoon gelijk Terrestrialize en een low kick geven? Big ass Ogerpon met zijn stoere masker. Oh ja, vergeet alsjeblieft niet om een duimpje omhoog te doen, want daar help je mij heel erg mee. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Zo, hoppakee. De eerste low kick is uitgedeeld aan Mightyena. Mightyena gaat voor een crunch. Ik ga nog een keer voor een low kick, maar houdt 1 HP'tje over. En hij begint te huilen. Daarmee gaat zijn aanval omhoog. Maar hey, ik ben toch sneller, dus hoppakee. Bye bye Mightyena, lekker gedaan Ogerpon. Je hebt je eerste gevecht gewonnen. Heerlijk. Nu gaat hij voor Leafeony. Ja, dan moet ik wel wisselen. Dat is een Grass-type Pokémon. Die gaat mijn Ogerpon op dit moment kapot maken omdat ik een Rock-type ben. Oftewel het steentype. Dus het is tijd voor Chandelure. Flamethrower. Oeh, dit gaat in één keer, hè? Ja, ja, arme grastype Pokémon. Sorry. Dat ging wel heel hard in één keer. Nu Sinistra. Dat is een grastype. Nou, dan kunnen we eigenlijk wel bij Chandelure blijven. Gras en een ghost-type Pokémon trouwens. Dus als hij een ghost-type move doet, dan ben ik de Shaak. Of ja, de Shaak. Ik weet niet of ik dan de Shaak ben. Hij begint in ieder geval een berry te eten. En ik denk dat dat een trucje van hem is. Ja, daarom pakt hij dus minder damage met die Oka Berry. Hij doet nu stunspoor. Dat is op zich slim. Mijn Paralyze, dan ben je sowieso sneller dan ik. En dat betekent dat je minimaal 1 ghost-type move op mijn bakkes kan gaan gooien. En die doet dat met Hex. Nou ben ik heel benieuwd. Kan ik die verdedigen? Die kan ik niet verdedigen. Goed gedaan, Carmine. Oef, want Hex doet natuurlijk ook extra damage op het moment dat ik paralyzed ben. Slimme move. Maar ik kan jou wel terugpakken met Shadow Ball. Want mijn Sinistra is een aantal levels hoger. Dus ik neem aan dat ik inderdaad ook sneller ben. En dan is deze ook super effective op jouw bakkes. Hoppakee, Sinistra is down. Goed gespeeld, Carmine. Ik kan niks anders zeggen. Nu Ninetales. Oh, die had ik eerst in mijn team. Dan ga ik nu natuurlijk voor Poliwrath. Ninetales, prachtige Pokémon. Ziet er echt heel mooi uit. Oh, oef, Extra Sensory is super effective. Is een psychic move. En ik ben natuurlijk ook een fighting type. Extra Sensory doet alleen niet zo heel veel damage. Maar ik moet eerlijk zeggen dat mijn Earth Power ook een beetje tegenvalt. Dus ik ga even schakelen naar Liquidation. Kijken of dat meer doet. Extra Sensory doet gelukkig niet heel veel. Kijk, Liquidation. Pak deze Ninetales harder aan. Laat ze flat. We gaan lekker. Nu, Morpeko. Is volgens mij ook een Dark-type uit mijn hoofd. Misschien moet ik even switchen naar Komo-O. Heeft hij ook wat te doen? Morpeko heeft trouwens wel een leuke shiny variant. Dan het geel in het midden wat je hier ziet is dan wit. Dat is echt vet. Hier, kijk maar. Ik bedoel, dit is toch super cool. Oh, maar kijk ook even naar mijn Komo-O, jongens. Oh, zieke Dragon-type en Fighting-type Pokémon. Sloopt Morpeko eigenlijk bijna in één keer. Maar ja, dat is niet zo. Want hij heeft een Focus Sash gekregen van Carmine. En hij gaat voor Aura Wheel. Ja, oké. Helemaal prima. De shiny variant van zijn boze versie is trouwens weer minder cool. Die zie je hier, dan is dat paars in het midden is een beetje blauw. Dat is niet heel boeiend. Oh my gosh, je bent nu sneller en gooit een Thunder Wave op mij. Je gaat gewoon mijn draak even paralyzen. Ben ik helemaal niet oké mee. Ja, zie je, ik ben ook gewoon fully paralyzed gelijk. Potverdorie. Dit is alleen maar uitstel van executie, mevrouw. Ken je die uitdrukking niet dat je de pleister er maar beter snel vanaf kan trekken? Oké, hoppakee. Morpeko, die raken we. Die 1 AP is ook weg. Oh, en dat was het al. Dat was de laatste Pokémon van Carmine. Lekker gedaan, Komo-O. Hoppakee. Oh, we krijgen applaus. Dankjewel. Carmine zegt, ah, ik heb verloren, maar dat verbaast me niks. Jij en Ogerpon, die kunnen het wel vinden, of niet? Jullie maken me een beetje jaloers. En Ogerpon begint te springen. Vrolijke Pokémon. Het is een beetje awkward om te vertellen, maar... Wow, mijn telefoon gaat. Oh, wacht even. Je wilde me net iets awkwards vertellen. Zou ze verliefd zijn? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat dat het is. Ik word gebeld door Briar. Alle studenten zijn klaar met hun oriëntatie. Oriëntatie? Weet je hoeveel avonturen ik al heb meegemaakt? Dit gaat wel iets verder dan oriëntatie, Briar. De persoon die voor dit eiland zorgt, die wil even met je praten. Kan je naar het community center komen? Ja, is goed hoor. Maar Carmine wilde me net iets vertellen. Wat wilde je me vertellen? Zeg het maar, Carmine. Ze zegt, ja, Briar heeft gelijk. Het is nog maar een heel kleine tijd verstreken. We zijn maar net, nog maar net vrienden. En nu? Ja, wat nu? Wat?
Oh, nou, oké. Karma gaat het toch nog niet vertellen wat er aan de hand is. Nou, misschien krijg ik het ooit nog te horen van je. Terug naar het Community Center. Ja, ik zei het in mijn vorige video ook al, dat jullie graag wilden dat ik mijn shiny Pokémon gebruikte. Maar ja, ik denk dat die niet goed genoeg zijn om al deze battles te verslaan. Ja, dat zou betekenen dat ik dus Ariados moet gebruiken. Hoothoot, die Noctowl evolueert. Ja, Shinx, die wordt natuurlijk wel vet. Ik denk dat Nosepass en Probus eigenlijk ook wel goed zijn. Maar Sneasel en Weavile hebben best wel veel weaknesses. Dus ik denk dat ik het daar toch niet mee ga redden. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat ik nu Ogerpon kan gebruiken. Ja, oké, hier staat iedereen op mij te wachten. Daar hebben we Briar en de Caretaker en Carmine. Ze zegt, bijna iedereen is hier. Ja, alleen Kieran is er niet. Maar de Caretaker wil even wat zeggen tegen ons. Hij zegt, dankjewel dat jullie gekomen zijn. Elke student heeft de borden gevonden. Weet je nog die borden in aflevering 1 en 2? Ja, dat is al best wel een tijd geleden. Nou, goed gedaan hoor, jongens. Echt goed gedaan. Oh, we krijgen nu een cadeautje. Kitakami Mochi set. Thanks. Denk ik. Briar zegt, Carmine, Kieran en ik zullen teruggaan naar de Blueberry Academy. Er is wat gebeurd bij de grote krater. Wat? We moeten gelijk terug. Gaan we naar de grote krater. Karma, die wil ook nog wat zeggen. Mijn broertje voelt zich niet zo goed, dus ik wil graag nog even wat zeggen namens ons. Zoals jullie weten is dit het dorpje waar ik ben geboren. En ik wilde eigenlijk niet dat hier de buitenstaanders kwamen. Iedereen schrikt er een beetje van. Ik dacht dat het hier super toeristisch zou gaan worden, dus ik had daar helemaal geen zin in. Maar nu hebben we wat tijd samen doorgebracht. En jullie zijn heel anders dan ik dacht. Jullie zijn eigenlijk super aardig en leuk om mee te praten. Ik moet niet zo snel zijn in mijn oordeel. Dus ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat het leuk was. Dankjewel dat jullie in mijn dorp zijn gekomen. Ik ben blij dat je hier op visite kwam. Al was dat hetgene wat je wilde zeggen. Nou, dat is super lief. Oh, ik moet mijn tassen nog inpakken. Dus Carmine die gaat er vandoor. Doei Carmine. We gaan elkaar nog wel zien, zegt ze. Ja, is helemaal goed, joh. Anyway, ons schoolreisje zit erop. We moeten nog even de caretaker bedanken. Nou, bij deze, dankjewel. Ja, maar hoe gaat het nou met Kieran? Oh, kijk, hier is die Kieran. Hij zegt, ik moet. Ik moet sterker worden. Sterker. Hij wordt helemaal gek, joh. Ik vond hem in het begin wel aardig, maar hij... Oeh, kijk deze duistere glimlach op zijn gezicht. Het gaat echt niet zo goed met Kieran, hoor. Hij doet zijn haar een beetje in een knotje, denk ik. Wow, hij zegt, wacht maar af, Rikachu. Dit verhaal gaat ooit nog verder. Kieran, ben je nog thuis? Of, dude, ik wil even bij je langskomen. Het gaat niet goed met hem, hè? Oh, kijk, hier is oma. Oma zegt, ik was aan het schoonmaken. Toen heb ik dit gevonden. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Oh, een nieuwe kleren, of niet? Oh, dit zijn andere kleurtjes. Ja, ik vind, ja, deze vind ik mooi. Ja, helemaal goed. Hoppakee. Opa zegt, nu dat die twee weg zijn, voelt het huis zo stil. Waar zullen ze nu naartoe gaan? Oh my gosh, Kieran is er niet meer. Kieran! Dude, je moet niet boos zijn. Ga hier in deze Magikarp vijver liggen. Dat zal je goed doen. Dus dat was het voor deze DLC. Maar eigenlijk wil ik die drie gekke, ja, niet loyale Pokémon nog vangen. Ik ga eens kijken of ze nog op de plekken zitten waar ze normaal gesproken ook zaten. Daar staat hij. Oké, en ik denk dat we die nu gewoon kunnen gaan vangen, toch? Even van tevoren saven voor als ik hem per ongeluk kapot maak. Ik weet namelijk niet of het dan zo is dat je hem alsnog kan vangen. Monkidori. Oké, ik denk dat hij misschien mijn Sinistra wel kapot gaat maken, hè? Hij begint met Sludge Wave. Dat is op zich prima. Dat mag van mij. Dat is toch niet super effectief. Mijn Matcha Gotcha is ook not very effective. Ze zijn allemaal dark type. Ik weet niet zo goed welke type deze allemaal zijn. Kijk, dit Psychic. Dat ga ik minder leuk vinden. Oh, maar ik overleef het wel. Lekker. Hartstikke idee. Nou, ik denk dat ik hem nog even één keer ga proberen te raken. Maar ja, dat gaat denk ik niet lukken nu die Psychic doet op mijn Pokémon. Oké, ja. Sorry, Sinistra. Sorry dat ik je down laat gaan. Ik denk dat ik mij gewoon Ultra Balls moet gaan gooien dan vanaf nu. Let's go, Monkidori! Oké, ik hoop dat je niet te moeilijk gaat doen, wou ik zeggen. Maar je gaat wel moeilijk doen, hè? Ik ben bang dat als ik hem nu raak, dat ik hem sloop. Ah, Dynamic Punch is not very effective. Maar daar kan ik er wel mee confusen. Dat is niet handig. Dan sloopt hij zichzelf straks. Dat is niet de bedoeling. Ah, joh, je moet gewoon niet zo moeilijk doen. Gewoon lekker in Team Pico komen, jongens. Lachen. Ah! Oké, jongens, voor de volgende Pokémon ga ik een betere tactiek bepalen. Want dit duurt te lang. Dit gaat nergens over. Oh, en ik zie trouwens dat het avond is. Dat doe ik Gligar ook heel even in mijn team. In plaats van Chandelure even. Dan kan Gligar ook evolueren straks. En weet je wat? Ik geef hem gewoon... Of misschien lukt het wel met candies. Ja, oké. Okay. Zo, kijk. Hebben we dat ook weer gehad? Gligar is evolving. Gewoon even tussendoor. Hey, Glissor. Ja, die komt dus alleen als je hem s'nachts evolueert. En als je hem een Razor Fang in zijn handen geeft. Dat is ook wel nodig. Oké, okay, nu gaan we het even doen op de semi-professionele manier. Het liefst wil je dat je een Pokémon hebt die hem kan laten slapen. En die een False Swipe heeft. Of Paralyze en False Swipe. Dat is het handigste. Oké, we gaan proberen te zingen. Hoppakee. Lekker beetje zingen. Monkidori gaat lekker tukken. Nou denk ik dat we ook wel één Meteor Mash op zijn hoofd kunnen gooien. Zonder dat hij in één keer down gaat. Laten we het hopen. Meteor Mash. Oh, oké. Ja, op deze manier kan het op zich ook wel, denk ik. Zo.
Kijk, en als ik nu nog een Meteor Mash doe, dan gaat het niet goed. Dus ik ga gewoon nu een Ultra Ball proberen te gooien. Dan is die nog niet op 1 HP, maar dat kunnen we eventueel strakjes met False Swipe doen. Maar misschien lukt het zo ook wel. Nee, hij heeft blijkbaar nu nog te veel HP en hij wordt ook wakker. Laat ik hem na deze beurt slapen. Als het lukt. Niet dus. Daar was ik al bang voor, hè. Daarom wil je dus een Pokémon die het allebei kan. Maar goed, maakt niet uit. Toch nog niet zo heel professioneel. Semi-professioneel. Zou deze False Swipe al genoeg zijn? Nee, nog niet. Hij is nu denk ik op 20 HP of zo. Als we er nu nog eentje doen, dan blazen we hem dus met 1 HP over. Ja. Doe maar stoer tegen mijn Ogerpon. Ik vind dat je mijn Ogerpon gewoon met rust moet laten. Het is jammer dat ik hem nu niet meer kan laten slapen omdat Clefable al down is. We hadden het ook misschien andersom kunnen doen. Hem eerst naar 1 HP brengen en dan laten slapen. Soms is het ook gewoon genoeg om hem op 1 HP te hebben zonder te slapen. Maar met slapen is het dus makkelijker. Ik probeer het nu zonder slaap. Nou, hij heeft er echt geen zin in vandaag. Hij doet te irritant, jongen. Dus niet zo vervelend, vriend. Ja, jeetje, mocht even duren zeg. Moest een paar keer mijn game opnieuw opstarten, hè? Maar we hebben hem eindelijk. Munkidori, Poison Psychic. Die ketting die hij om zijn hoofd heeft, is gemaakt van iets giftigs. Daarom worden de psychische krachten van deze Pokémon en zijn hersenen sterker. Oké, pittig. Nou, die doen we ook gelijk in het team, hoor. Lachen in plaats van Poliwrath. Dan gaan we nu Vizantipity vangen. En die zat volgens mij hier op dit stukje gras. Aan de oostkant van Oni Mountain. Ik dacht dat het dus hier ergens was, maar... Oh, was daar volgens mij. Ja, kijk. Hallo, Vizantje. En ze hebben allemaal van die poison-type kettingen om zich heen. Hè? Bij Vizantipity hangt die om zijn buik. Wil jij misschien een beetje slapen? Oh, Vizantipity begint met Roost. Dat betekent dat hij zijn HP kan aanvullen. Dat kan nog wel eens vervelend worden. Ik mis mijn zingaanval, mijn slaapaanval. Hij mist zijn swagger-aanval, waarmee hij mij confused. Kijk, hoppakee. Oké. Lekker slapen. Nou heb ik een super effective move. Meteor Mash. Ik ben benieuwd hoeveel damage ik Vizantipity daarmee ga doen. Ik hoop dat ik hem niet kapot maak. Ik heb wel gesaved van tevoren. Oeh, ik kan hem 1 keer gebruiken, deze move. Laat ik Moonblast even doen. Die is not very effective. Kunnen we zijn HP nog een klein beetje verder naar beneden brengen? Want ik ben altijd bang dat als ik nu uitswitch, dat hij dan niet meer slaapt. En dan gaat hij mijn volgende Pokémon kapot maken. In dit geval dus Ogerpon, door wie ik False Swipe wil laten doen. Maar ik kan ook gewoon 2 keer Moonblast doen, dan is zijn HP ook aardig laag. Kijk, dit is ook al bijna 1 HP. Dus even kijken of dit wat sneller gaat dan die gekke Monkey Pokémon. 1, 2, 3... Nou ja, en Vizantipity, die hebben we met 1 Pokéball. Nou, zo kan het dus inderdaad ook. Poison en een Fairy-type. Vizantipity heeft blijkbaar een hele mooie stem. En hij ziet er mooi uit, maar dat heeft hij allemaal te danken aan die Poison-type ketting die om zijn lijf hangt. Nou, dit ging een stukje sneller dan de Monkey. En Vizantipity mag ook gelijk in het teampje mee. Die gaat in plaats van Chandler. Dan hebben we straks allemaal exclusieve nieuwe Pokémon. Dat vind ik wel leuk. Volgens mij zat Okidoki helemaal hier links bovenin de map. Kijk, daar staat hij hoor, onze grote beer met zijn sjaal. Ik heb je 2 matties gevangen. Kom je ook? Ja, kun je tong uitsteken naar mij en dan kun je brullen. Maar we gaan dit gewoon doen. Oeh, hij gaat voor Brutal Swing. Helemaal goed, jongen. Ik ben een fairy type, hè. Dat wist je toch wel. Ga maar lekker slapen. Zo, dan heb ik nu rustig de tijd om eventjes mijn Moonblastje te doen. Dus even kijken wat dat allemaal doet. Iets meer dan de helft. Weet je, ik ga gewoon alvast beginnen met Pokéballs gooien. En als hij straks wakker wordt, laat ik hem nog een keer slapen. En dan ga ik rustig gaan switchen naar Ogerpon die False Swipe gaat doen op zijn bakkes. Dit is net iets te veel HP om hem snel te vangen, denk ik. Hij heeft nog net iets minder dan de helft. Alhoewel, dit gaat... Oef, we hadden hem bijna. Had hij me even op het verkeerde spoor gezet. Ja, nu gaat hij er in 1 keer snel uit, hè? Ken je alleen maar Brutal Swing? Dat vind ik helemaal niet erg. Oh, je kent ook Crunch. Ja, dat doet ook niet zoveel, hè? Oh, maar je hebt me wel gepoisoned nu. En ik raak mijn aanval niet. Ik laat je niet slapen. Oké, Clefable doet het even rustig aan voor mijn gevoel. Kijk, nog een keer mis ik mijn aanval nu. Kom op, Clefable. Niet 3 keer achter elkaar missen. Probeer te zingen. Dankjewel. Oké, dan is het nu tijd om te wisselen. Naar Ogerpon! Ik denk dat ik minimaal 2 False Swipes nodig heb. Minimaal. Ja, het zijn er zelfs nog wel wat meer. Ah, dit is een beetje jammer. Dit gaat niet goed. Het is zo irritant dat hij ook iedereen poisont de hele tijd. Ik denk niet dat ik hem op 1 HP ga krijgen. Ik denk niet dat het gaat lukken. Kijk, deze crunch. Ja, en dan ben ik waarschijnlijk kapot door de poison. Nou, hopelijk lukt het gewoon nu wel. Nu hij lekker gaat slapen. Hij is in ieder geval in het rood. 1, 2, 3...
Ja, kijk, oké, dit was ook voldoende in het rood. En dan hebben we alle drie die gekke anti-loyale Pokémonnetjes gevangen, joh. En hij heeft zijn spieren te danken aan die sjaal om zijn nek. Ja, dat is toch wel een goed dingetje, die sjaaltjes. En die kettingjes en riempies en zo. En die doe ik dan ook maar in mijn team. Ik denk dat het tijd is voor een gezellige picknick. Kijk eens, jongens, dit zijn alle nieuwe Pokémon hier die in de Tealmask zitten. Waar is Ogerpon? Ogerpon? Moet ik Ogerpon reviven? Anders komt hij niet kamperen. Is dat echt zo? Dat wist ik niet eens. Ja, kijk, daar is die. Ja, dus dit zijn de nieuwe Pokémon die je kan vinden hier met de Tealmask DLC die je eigenlijk nog nooit in een andere game hebt gezien, omdat het dus gloednieuwe Pokémon zijn. In de volgende video ga ik jullie dingen laten zien die je nu nog kan doen, eigenlijk nadat je het verhaal helemaal hebt uitgespeeld. Want er is nog genoeg te vinden hier in Kitakami. Knal de duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren als je van Pokémon en Nintendo houdt. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende video. Mazzel!